in de Sint-Nicolaaskapel in het Nijmeegse Valkhof was er deze week een hele bijzondere gast. Zo verwelkomt Sinterklaas je daar met zijn pieten in de historische kapel. Omdat Sinterklaas morgen jarig is en vrijdag weer zal vertrekken, kunnen de kinderen vandaag nog een laatste keer met hem een praatje maken en op de foto. Sint en Piet zijn vandaag te vinden in het Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen, waar ze alle kinderen verwelkomen. Dit is de laatste dag dat hij te vinden is in het kapel, omdat hij het op zijn verjaardag heel erg druk zal hebben. Ondanks dat Sinterklaas nog rustig aandoet met zijn been, neemt hij alle tijd voor de kinderen. Het gaat met mij uitstekend. U hebt wel gezien dat ik in Spanje mijn been gebroken had. Ik mag ook van Piet niet meer wandelen zonder de staf. Daarom ziet u hem ook daar staan, de staf. En verder gaat het weer uitstekend met mij. Morgen is mijn verjaardag, dan heb ik het heel erg druk. Ik moet langs een heleboel scholen gaan, want daar zijn een heleboel kinderen ook. En dan ga ik bij zo'n school langs, van de ene school naar de andere school. En dan zwaaien we allemaal naar de kinderen en brengen daar cadeautjes en pepernoten en schuimpjes. En ook de, hoe heet je die kleine ook alweer, Piet? Hartjes. Hartjes, ja. De tumtummetjes, die zijn als eerste uit de zak. Maar als Sinterklaas het doorkrijgt, dan... Dat let ik wel altijd op, hoor. Want ze willen die tumtummetjes vaak zelf eten. Maar dat is ook voor de kinderen, Piet. Ja. Maar ze zijn zo lekker. Kinderen van heel Nijmegen en omstreken komen een bezoekje brengen aan de Goedheiligman. Zo kunnen ze nog één laatste keer hun verlanglijstje afgeven voor hij vertrekt. Wij waren benieuwd hoeveel kinderen er nou een cadeautje krijgen. En zijn ze allemaal een beetje lief geweest? Een beetje. De meeste kinderen zijn heel lief zelfs. Er zitten een paar ondeugenden bij, maar een beetje ondeugd hoort er ook bij. Piet was ook wel eens een ondeugd hoor, toen hij klein was. Toen het toch een klein Pietje was. Maar het is verder een hele goede Piet en ze zijn allemaal heel lief. We hebben een heleboel ingepakt op de grote stoomboot. Zoals jullie weten hadden we er zelfs niet genoeg, want Pieter Baas had gezegd, iedereen krijgt cadeautjes, maar dat kan natuurlijk niet. Het is echt ontelbaar inmiddels. Naast dat ze al die cadeautjes naar de juiste kinderen brengen, lukt het de Pieter altijd weer om ongezien weg te komen. Ja, en dan dacht je zeker dat ik die ging vertellen. Nee, want de Pieterspotters liggen op de loer. We gaan niks verklappen. Maar meestal gaan we het heel hard tegen de deur of tegen het raam. Dan lopen we heel hard weg, duiken achter de struik. Of we moeten wel oppassen voor de Pieterspotters, want die willen ons altijd nog doen. Maar meestal zijn we weer helemaal onzichtbaar weg. Morgen zal Sinterklaas zijn verjaardag weer vieren, waar hij zich nu al heel erg op verheugt. Maar dat is niet het enige waar hij zich op voorbereidt. En dan s'avonds, ja, is het pakjesavond, hè? Dan moet ik bij een heleboel gezinnen langs. Ik kan ze echt niet allemaal langs gaan, maar dan hebben we de Pieten voor die dan de cadeautjes brengen. En als dat allemaal klaar is, dan gaat Sint even lekker uitrusten bij zijn open haard. En dan is het 6 december weer fijn terug naar Spanje.